allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een nieuw filmpje. Ik heb vandaag mijn bullet journal voor augustus klaar. En het leek me wel leuk om die gelijk aan jullie te laten zien. Ik ben in een nieuw boekje begonnen. Zoals je in mijn vorige filmpje van de bullet journal kon zien. Was mijn boekje vol. En dit is een boekje van Diana Leeflang. Hij is eigenlijk gewoon vrij simpel. Hij heeft wel stipjes van binnen. Nu heeft hij hem scherp gesteld, ja. En ja, dat is eigenlijk mijn bullet journal voor de komende maanden. Want in januari hoop ik gewoon weer te beginnen in een nieuw boekje. Dus voor nu is het prima. Laten we maar gelijk beginnen. Als ik hem opensla, heb ik hier gewoon heel simpel bullet journal. En dan hier augustus 2018 opgeschreven. En hier komen de rest van de maanden die ik... in deze bullet journal ga bijhouden onder te staan. Als ik dan nog een pagina omsla, heb ik de eerste bladzijde waar de stipjes zijn getekend. Mijn maatoverzicht getekend eigenlijk. Allereerst augustus. Ik heb geprobeerd met sierlijke letters dit keer te werken. Ik moet zeggen dat ik hem aardig geluk vind. Ik ben toch wel een beetje trots op mezelf, want ik had niet verwacht dat dit ooit zou kunnen. Voor de rest een heel simpel maandkalendertje. En het thema deze maand is tropisch. En dan voornamelijk watermeloen en ananas. Als ik dan weer de bladzijde omsla, komen we gelijk op een hele leuke, vrolijke pagina. Allereerst hier gewoon een heel simpel kartonvelletje van de Action. Met een stickertje wat een beetje verhoogd is, zeg maar. Dan heb ik hier een lijstje gemaakt met watermeloenen. Waarin ik mijn doelen deze maand ga opschrijven. Die heb ik hier nog niet opgeschreven, maar dat ga ik nog wel doen. Eigenlijk voor de rest gewoon heel simpel. Want dat is eigenlijk wel een beetje waar ik naartoe wil werken. Simpel, maar wel vrolijk. Dan, als ik dan omsla, dan komen we bij mijn weekplanning. En deze weekplan is eigenlijk elke keer hetzelfde. Ik heb gekozen voor vakken met daarin een leuk gekleurd streepje. En de dag van de maand en in de onderste hoek de datum. Dan heb ik hier nog twee, zowel boven als onder hier in de hoek, twee vakjes open waar ik eventuele notities op kan schrijven. Leek me wel handig. En eigenlijk is zo... alle weken van augustus ingevuld. Op sommige pagina's heb ik even iets meer andere dingen verwerkt. Qua op vrolijkheid, zeg maar. Want ik vind op zich best wel wat redelijk wat kleur. Ik heb natuurlijk de kleurtjes bij alle vakjes staan. En dat vind ik eigenlijk zo wel prima. Hier heb ik nog een quote neergezet. En dat is: let's do things easy. Eigenlijk een beetje wat ik wil doorvoeren ook in mijn bullet journal. Dan heb ik een pagina en dit is mijn bucketlist voor deze zomer. En die geldt eigenlijk heel augustus. Ben er al wel mee bezig, want mijn bullet journal of mijn bucketlist is eigenlijk ingegaan op, even kijken, 21 juli. En ik ga hem doortrekken tot uiterlijk 2 september. En ik heb hier wat vakjes getekend met gekleurde Stabilo pennetjes. En hier een aantal dingetjes opgezet die ook in mijn artikels trouwens verwerkt staan. Wat ik deze zomer wil gaan doen. Voor de rest heb ik hier een beetje een scrapbook pagina gemaakt. Tenminste, soort van. Ik heb hier een washi sheet vel van de Action met ananasjes. Hier een kartonnetje met een ananas erop. Ook van de Action. Heb ik hier een tasklist met Summer 2018 opgeschreven. Deze is van AliExpress. En ik heb hier nog een dik gedrukt versiersel, ook van Action. En hier heb ik trouwens een gebruik gemaakt van washi thee van Diana Leeflang. En dat is eigenlijk wel een beetje deze pagina. Als ik het dan weer omsla, zijn we voor nu voor de laatste pagina bezig. Want
Ik weet niet zo goed hoe lang deze gaat worden. Dus ik heb gekozen om daarna gewoon mijn bullet journal leeg te laten. Zodat ik gewoon alle ruimte heb om dingen te noteren tijdens mijn vakantie. Want ik ga natuurlijk op vakantie. En op het moment dat jullie dit zien, ben ik waarschijnlijk al op vakantie. Of ga ik nog op vakantie. En ja, augustus staat gewoon voor mij in het teken van vakantie. En het leek me wel leuk om dit keer in mijn bullet journal een soort van dagboekje bij te houden. Wat ik allemaal doe. En ja, hoe ik het ervaar. Het lijkt me wel leuk om deze te gebruiken als ik terug ben van vakantie. Voor mijn artikelen die over de vakantie online gaan komen. En ik heb gewoon heel simpel gebruik gemaakt van sierletters. En ik heb de lijnen soms wat dikker aangemaakt. En hier nog een leuk stickertje van The Action. En dat is eigenlijk mijn bullet journal voor nu. Heel simpel, maar wel vrolijk en vooral heel handig vind ik zelf. Ik heb gemerkt dat ik de sleep tracker, water tracker, sport tracker en alle andere trackers niet gebruik. Of in ieder geval misschien 2-3 dagen van de hele maand. En ik vind het gewoon zonde. Ook sowieso zonde om daar energie in te steken om het allemaal te gaan tekenen en zo. En het lijkt me dan gewoon beter om ja, die pagina's gewoon weg te laten. Dus voor nu gewoon niet echt van toepassing nu ik werk. En nou, best wel veel werk eigenlijk. En dadelijk misschien van de winter. Misschien, ja. Of als ik ander werk vind waar ik niet zo ontzettend druk bij ben. Dat ik dat weer ga invoeren. Maar voor nu vind ik dit eigenlijk wel prima. En dan is dit alweer mijn bullet journal voor deze maand. Voor aankomende maand. Wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En graag tot mijn volgende video. Doei!